Vandaag heeft minister Rabin Parmisser van Openbare Werken, bijgestaan door parlementariër Rachid Doekhi, het startsein gegeven voor het asfalteren van de Bastieweg in de Klara Polder. Nadat op 30 augustus vorig jaar het startsein werd gegeven, is vandaag de eerste asfaltlaag symbolisch aangebracht. De weg zal over de volle lengte van 5 kilometer en een breedte van 3,5 meter verhard worden. Volgens Doekhi is het aan het volk gelegen dat de weg zeker 60 jaren niet is aangepakt. Maar het is de onzichtbare hand van God die de ontwikkeling nu in werking heeft gezet. Zo lang is men voor de gek gehouden. En ine minister, je kan de mensen niet kwalijk nemen. Wanneer je je heel lief lang voor de gek bent gehouden, dan geloof je niet meer in een primimoro. Toen een biswaskere die je restwaar benieuwd. Maar mind you, wanneer wij zeggen dat wij iets gaan doen, dan doen wij het. We hebben gezegd, die scholen komen, de scholen komen. We zeggen, ROGB komt, het komt. We zeggen dat het ziekenhuis komt van Wageningen, het is gekomen. We hebben gezegd, noem maar op, apotheek komt, het komt. Ramdat Tewari weg wordt gemaakt, is gemaakt. En zo kunnen we verder gaan, bijna 80 projecten. We zeggen, was die weg, moet gemaakt worden. Omdat mijn vriend Salim mij een keertje heeft gezegd van, hij roept me nog steeds DC. DC, wij gaan geduldig wachten omdat de Bastieweg de laatste weg is van Nikeri, bijna kom ik Guyana, with vergieting. Toen hebben we gezegd, nee, zo zijn we niet. Laten wij hem maken tot de eerste weg en wij gaan beginnen. We op GMI. Maar wanneer dingen niet goed gaan met u, wanneer de ontwikkeling stagneert, wanneer u zelf zegt dat u 40 jaar hebt gepinaard, dan ligt het niet bij mij of de minister of de president. Het ligt bij u. Het ligt bij u omdat u zoveel jaren lang verkeerde keuzes hebt gedaan. U hebt die ontwikkeling buiten de deur gehouden. Toen een mooie soortje, die maakt ze voor te delen. En toen het slechter en slechter en slechter en slechter ging, dan is het niet deze president die vandaag ervoor zorgt dat die weggemaakt wordt. Het is niet deze DC. Het is niet meneer Doekhi en het is niet minister Parmisser. Zij zijn het niet. Het is de Almachtige. Bhagwan Allah Ta'ala. Die op 25 mei 2010 aan u, en dan praat over die onzichtbare hand, aan u gezegd heeft, het is genoeg, u hebt 60 jaren gepinaard. Als u het niet inziet, dan zal ik als de Almachtige u zeggen, apen voortwanger, stem daar. En inherent daaraan, gekoppeld, denk een goede man, dan een president gestuurd, een volkspresident met het hart op de juiste plaats. Toen heeft hij ervoor gezorgd dat wij een dynamische, kundige Nigeriaan hebben gekregen als minister nadat hij zijn kunnen als manager heeft getoond in het land, academisch ziekenhuis, DNA-lid, kan je zeggen, Sesam Ali Bag DNA, Okoschi Swaki, denk aan ACP, et cetera, een van de grootste conferenties ooit gehouden in dit land. Hij werd minister en ook een man met visie en het hart op deze plaats, Managado Sinejuno.
Want we hebben toch zoveel ministers gehad de afgelopen 60, 70 jaren. En uiteraard, Gadotak, we gaan het aan Baitali geven. Laat mij u eens zeggen dat het toch een bedrijf is dat getoond heeft dat zij goed werk kunnen leveren. Denk aan de weg van Zuid 3 en andere wegen. Het is een van de beste wegen van Suriname door dit bedrijf. Ik twijfel niet eraan dat de Bastiweg ooit ook zo zal zijn. Volgens hem is het plaatsen van de asfaltlaag vandaag de eerste aanzet van het landelijk asfalteringsproject 4 met een budget van 240 miljoen SRD, waarvan meer dan een kwart voor Nikeri is uitgetrokken. Maar ook de natte infrastructuur heeft nu een fase van aanpak. Tegenwoordig vragen wij een onderhoudsperiode garantie van 5 jaar. Dus aan de kant is zo, dat kwam passie asfalteer, dat 3 jaar hier in Brogo. 5 jaren vragen wij. En dat hebben we hier ook afgesproken. Dus Bastiweg, u begrijpt het wel. We hebben enorm veel kosten hieraan. Het is goed dat u weet. Nu al zitten we wat dit betreft op 240 miljoen. En van die 240 miljoen gaat een kwart, ongeveer 64 miljoen wat dit programma betreft, in Nikeri. Dus Nikeri heeft een onevenredig groot deel van het landelijk 4-programma. U mag uzelf een applaus geven. Dat is een enorme investering, maar dat is noodzakelijk. Een goede infrastructuur is onontbeerlijk. Willen wij de ontwikkeling van het land stimuleren en het welzijn van ons volk naar een hoger niveau tillen. Het district Nikeri levert een enorme bijdrage aan het genereren van deviezen, middels onder meer productie en export van rijst. Vandaar dat er door de regering enorm wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van dit district. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd, of in uitvoering, of in planning. We denken aan de vervanging van Theo de Witbrug, de Wageningen, het bestraten van de Ramdat-Tewariweg, de Krabbahoeklaan en de Nieuwe Weg. Binnen dit programma, met de aannemingsmaatschappij Baitali, zijn we bezig dus. En we hadden hier op 30 augustus al die straten voor u genoemd. We zullen even recallen. De Bamboedam wordt ook aangepakt. De Awad Hoesijnweg wordt ook aangepakt. De Saminweg, nu de Bastiweg hier. Boendiweg, Hiraweg, Krabbeweg, Biswamintreweg, Ataulaweg, Krabbahoeklaan. Nikeri. Je blijft voor nodig. Verder zijn er ook naast die wegen natte infrastructurele werken in de uitvoering die als doel hebben de waterhuishouding op de reisarealen optimaal te reguleren. Deze werken zijn gekoppeld aan onderhoudscontracten met een looptijd van 12 maanden. Het was vroeger zo dat als een keer een trens werd opgehaald, was dat het. Maar nu zetten wij een onderhoudscontract, verbinden we daaraan. Als je eenmaal opgehaald hebt, je weet toch hoe vruchtbaar moeder Suriname is. Onze bodem. Ja, dat? I grow. In 3 maanden, bij wijze van spreken, groeit het weer dicht. Daarom hebben we nu ook onderhoudscontracten. En je ziet het wel. Ik kan u een paar voorbeelden noemen. Die lijst is echt lang, maar laten we toch een paar voorbeelden noemen. Het opschonen, uitdiepen, uitbaggeren van het Surinaamkanaal. Dat is na lange tijd weer. En kijkt u hoe prachtig eruit ziet, toch? Het opschonen van de hoofdaanvoerleiding van SML tot de Middenstaanspolder. Het opschonen, uitdiepen en uitbaggeren van diverse irrigatieleidingen, zoals de hoofdlozing langs de steekontsluitingsweg. Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Nannikreek, de Bruto-verkaveling en het Van Wouwkanaal. Dames en heren, als ik dit noem, lijkt het veel. Maar ook dit is een druppel op een grote groeiende plaat. Want als u ziet wat de achterstand is aan al die gemalen, sluizen, etc.
dan is het enorm. Enorm. Kijk u maar bij Surinamkanaal wat de stand van zaken is. Roko defdu. Daarom wil ik dat aanhalen. Kondremang, roko defdu ete. Minister Parmeser, die daarna het startsein gaf samen met DNA-leden Doekie en Wong Sorejo en DC Julum Singh. In de nieuwsuitzending van morgen komen wij nader terug op deze kwestie. De loting van percelen in het zogenaamde Bakpro-gebied nabij de Prins Bernhardpolder is sedert maandag aangevangen. Maar zaken zijn toch niet zo vlekkeloos verlopen als de bedoeling was, zei DC Julum Singh vandaag bij het geven van het startsein voor asfaltering van de Bastiweg. Volgens hem zijn er personen van wie hun hebzucht naar meer grond niet te stillen, alhoewel ze reeds grootgrondbezitters zijn. Hij deed een ernstige waarschuwing uitgaan over de manier waarop dit tegengegaan zal worden en dan wel nog voor de uitgifte. Ik ontkom niet eraan om dan ook de opmerkingen te maken waarmee we nu bij zijn, de verloting van de percelen die nu gaande zijn. Vanaf dag 1 dat we hadden gezegd, had ik aangegeven, laten wij het geven en laat het zijn voor hen die het daadwerkelijk nodig hebben. Maar blijkt dat wij mensen hebben die een niet te stille honger hebben naar percelen. Er is een lied in de Nederlandse woord, je niet verloren, het niet kali van Mukes. Hoe meer men heeft, hoe groter de honger. En sorry dat ik het moet zeggen. Als ik daar iemand in de rij ziet staan, die 400 tot 300 hectare inzaait, dan bloedt mijn hart in. Dan kwam de ene, Mia, huilend, ik heb negatief getrokken, volgende keer. En dan sta ik boven en dan kijk ik beneden. Zie ik de ene meneer de 300 hectare jaarlijks inzaait. En die wel positief. Wel krijgt, wel. Laat me meegeven. De selectie gaat blijven geschieden tot de dag dat die BV uitgereikt wordt. Tot op de dag. Laat dat duidelijk gezegd zijn. Want die boodschap was duidelijk gegeven. Het is bestemd voor de have-nots. De partij waar ik gekomen ben, is een partij voor de grassroots. Voor geven, brengen, ontwikkeling voor de mensen die het niet hebben. DC Julum Singh, die hebzuchtige grootgrondbezitters, waarschuwde niet zo hebzuchtig te zijn, maar de minst draagkrachtigen ook een kans te bieden.